Dat eigenlijk vaak op een andere manier naar de wereld te kijken dan de meeste mensen. En zo probeer ik ook naar Coca-Cola te kijken. Als je zeg maar als een soort alien of iemand die nog nooit Coca-Cola heeft gezien ernaar kijkt, dan zou je zeggen van het is misschien vies bruin vloeistof. Weet je? En als je dan weer terugschakelt naar nu, dan is het eigenlijk de logische stap om dat schoon te filteren. Net als we met al onze afvalwater, zeg maar. Deze installatie heet The Real Thing en dat is een oude slogan van Coca-Cola, waarin Coca-Cola pretendeert The Real Thing te zijn, terwijl dat natuurlijk water is. Weet je, dit is het hoofdingrediënt van Coca-Cola en het is de bron van al het leven op aarde. Het is ook zo dat Coca-Cola klemt heel veel bronnen, weet dat, in de wereld om Coca-Cola te maken, wat eigenlijk best wel absurd is. Dus je hebt een gezonde vloeistof, 1 liter water. Daar heb je 2 liter van nodig om weer 1 liter cola van te maken. Dat zijn best wel, dat zijn eigenlijk systemen die ik heel raar vind. En die eigenlijk in het hele simpele idee zitten. Ik was